Dank Johan en Jurgen. En we kijken uit, mama. En het is inderdaad Patrick Bobbel, hij de man uit Alseneden. Handjes op elkaar. Ik hoor het hier terug en warm onthaal. Patrick Bobbelijn, winnaar bij de D-renners hier in eigen Alseneden. Dan wordt dat hier DJ Couché. Inderdaad, voor een 2 op 2. DJ Couché, winnaar na gisteren. Wat worden de Gentse feesten voor hem met een dikke pluim. En Rudy van der Velde, proficiat Rudy. En de zon die schijnt. En onze vierde man. En ook voor hem een applaus. Proficiat nummer 312 van Johan de Baats. En de zon die schijnt, als ik jou zo zie, klinkt een symfoon. En je weet hoeveel ik van je hou, heel mijn hart staat op. We blijven keurig de baan volledig vrijhouden, want straks maken onze dames en ook onze jongsters en onze G-renners hun opwachting. We hebben dus al twee winnaars, twee laureaten, maar ook de nummers 2 en 3 nodigen we straks uit tot de podiumhulde. Patrick Bobbelijn bij de D-renners. DJ Couché pakt daar een tweede plaats na winst gisteren in de Vammenboer zeker. En dan hebben we uiteraard Rudy van der Velde in de categorie E. En wie wordt het bij de dames? Drie stuks hadden we hier aan de start. Met name Lauren. En dat wordt Mario Lammes. Mario Lammes die pakt hier plaats 3. Applaus voor onze nationale kampioen. En de derde podiumplaats bij de D-renners voor Mario Lammes. Proficiat Mario. Handjes klap. Ook voor Steven. Die zijn wedstrijd mag beëindigen. Bedankt Steven. En het spurt, baan volledig vrij houden, alsjeblieft. Wie pakt hier nog winst bij de GNF? We moeten even kijken. Nog niemand, nog geen eerste dame. Dat zijn nog allemaal D-renners en E-renners. We wachten op onze dames en op onze jongsters en op onze G-mannen. Ons geduld wordt nog even op de proef gesteld. Wordt het Brecht Verstraeten na zijn 2 weken inactiviteit en zijn prima act gisteren in Moerzeke, weet hij hier terug aan te knopen met een nieuwe overwinning. Het zou de 6e op rij, niet op rij, maar toch dit seizoen zijn. Maar het kan ook best Jorn Lemmens zijn, onze regerende nationale kampioen. En we kijken uiteraard uit bij de G-renners, maar ook bij de dames. Wie van onze 3 dames pakt hier winst? In het zonovergoten en kermisvierende Alseneden. Tony Reniers die maakt zijn opwachting nu. Ook voor hem zitten de 37,5 kilometer rob in Alseneden. Proficiat Tony en ook Herman van den Borre aankomsten. Moedige act van Herman hier in Alseneden. Kunnen we alleen maar toejuichen. Positief vibes onder een positieve zon vandaag. We hebben ze besteld en we hebben ze gekregen. Met dank aan Frank de Bozere en de arme Klaren hier in het lokale Alseneden. Maar waar blijven die renners, zeg? Toch geen sanitaire algemene stop. Dat kan toch niet? Dat is timen. Het fluitsignaal van onze signaalgever en het spurt van ver ingezet. Wie pakt hier winsten in onze G-categorie bij de dames? En het is inderdaad de 98. En wie wordt Björn Lemmens? Inderdaad, pakt de winst in de IF-categorie. En even kijken wie dan straks ook winnaar wordt in de G-categorie.
miles of time. Look at it, this move it, move, just take it. Lijsten even op. Bij de dames wordt dat de dame met de dagvergunning. Andy Dobbelaren bij de G-categorie. Björn Lemmens in de F-categorie. Dat is ook al zeker. Patrick Bobbelijn in de D-categorie. Rudy van der Velde in de E-categorie. En bij de dames kijken we nog even naar Mirte de Ruijser. Zij pakt haar eerste overwinning bij de dames bij de Landelijke Wielerunie. Inderdaad, proficiat aan onze nationaal kampioen bij de junioren nieuwelingen. Het catalogeert onder de F-categorie bij de Landelijke Wielerunie. Björn Lemmens, hij verzilvert hier zijn nationale titel met een prachtprestatie en spurtzegen in de Diederikstraat in Asseleden. Meteen goed voor zijn zesde bloemtuil dit seizoen. Straks wordt hij ook in een hulde betrokken na de start van BNC Renners om 2:15. En nog tussen nog altijd de renners die binnencijpelen hier over de aankomstlijn in de Diederikstraat en vakkundig worden afgevlakt door onze Fien die vandaag op post is voor de Landelijke Wielerunie. Straks BNC Renners voor hun wedstrijd om 2:15 start. En ook Lau.